Na 2024 geldt er in Gelderland een verbod op asbesthoudende daken. Dat merken de bedrijven die dit verwijderen ook. Ze hebben veel werk. Asbestverwijdering Maase BV is in Gelderland een van de prominente bedrijven die door heel Nederland asbest van daken verwijdert. Dat is gevaarlijk werk en dan moet het ook nog gestort worden. Statenlid Daisy Vliegendhart is het nog steeds niet eens met hoe het wordt verwijderd en gestort. Ze zegt hierover het volgende. Nu wordt alles in verpakte plastic zakken opgeslagen op 4 Gelderse stortplaatsen. Maar dat opslaan is de minst wenselijke vorm van afvalbeheer. We willen toekomstige generaties niet opzadelen met stapels asbest. Waarom investeren we niet in technieken die asbest daadwerkelijk afbreken? Het CDA wil extra inzet op het ontwikkelen van nieuwe innovaties en onderzoek naar bestaande technieken om asbesthoudend afval te verwerken tot herbruikbaar bouwmateriaal.